En dat gaan we nu laten zien. Hoi, nou, vandaag ga ik jullie mijn meubelet laten zien. Ik ging voor een speciale Harry Potter trui, maar die hadden ze helaas niet. Dus kwam ik terug met deze Harry Potter trui. Hij is maat M en hij was 10 euro. En ik heb nog meer dingen van de Harry Potter lijn gekocht. En nog twee andere truien. En die ga ik jullie nu laten zien. Waaronder van de lijn heb ik dit Slytherin notebook dingetje gehaald. En die was 4 euro. Een set sokken van alle huizen van Harry Potter. Waaronder Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor en Slytherin. Van 3,50 voor ze alle vier. Ik heb deze portemonnee gekocht, want daar was ik wel aan toe. En die was 8 euro. Deze etui van Slytherin. Die was 5 euro uit mijn hoofd gezegd. En ik heb nog twee andere truien gekocht. Een soort van crop top hoodie-achtig. En die was 8 euro. En ik heb nog een trui, maat XS, van 13 euro. Een mooie bedeau-rode. En die ga ik jullie laten zien. Nou, dit is de tweede shirt dat ik heb gekocht. Hij was 8 euro. En ik vind zelf wel dat je moet dragen op een high-waist jeans, wat ik nu ook doe. Omdat je anders krijg je zo'n heel klein streepje van je buik. En hij staat, ik vind hem deze groene kleur ook bij mij heel leuk staan. En dan gaan we nu door naar het volgende shirt. Nou, dit is mijn derde shirt. Ik vind hem heel leuk. Heel bedeau-rood. En hij is allemaal van die, ja, hoe noem je dat? Ringetjes op je schouders en ook op mijn heupen. En ik vind hem heel mooi bedeau-rood. Hoi! En ik heb ook hele leuke kleding gevonden. Net zoals deze shirt. Want het is echt mijn favoriet. Hij was 3 euro. En ik heb deze ook voor 3 euro. Ik vind hem zo super leuk. Want er staat een hele leuke eenhoorn op. Ik heb deze ook voor 3 euro. En ik vond het gewoon een hele mooie uitspraak. Omdat ik gebruik hem wel eens. Ik heb deze voor 1,50. Super zacht en super leuk. Ik heb deze voor 11 euro. En ik heb hem gevonden bij de dames. En ik vind hem gewoon leuk, want hij is gewoon super normaal. Dit is mijn nieuwe shirt. Ik hoop dat jullie hem mooi vinden. En dit is mijn derde shirt. En dit is mijn vierde shirt en mijn laatste shirt. Ja, dan ben ik nog aan de beurt. Deze trui heb ik voor 8 euro gevonden. Ik was eigenlijk al voor Daphne aan het kijken, maar ik vond hem eigenlijk wel erg leuk voor mezelf. Ik hou wel van zo'n lekkere hoge kraag. Op het werk kan het nog wel eens fris zijn en dan is het erg fijn. Dan heb ik voor het dansen en voor het sport heb ik eigenlijk deze gekocht. Dat is een hoodie, maar dan een korte. Die was 11 euro. Dan heb ik deze mok gekocht, thermomok, voor 3,50. Zodat ik ook op het werk lekker koffie kan drinken. Voor 3,50 had ik ook eigenlijk voor mijn werk Harry Potter sokken. Ik vind het zelf wel een grappig verhaal hoor. Maar de kinderen bij mij op het werk vinden dit wel heel erg leuk. Toen zag ik deze, denk ik, even de berg aanvullen, altijd handig. En later zag ik eigenlijk deze. Dat vind ik helemaal een geweldig systeem. Zo hoef je nooit meer sokken memory te spelen. Welke zwarte sokken hoort bij wie. Je hebt gelijk het paar bij elkaar. Erg handig vind ik dit. Dus, dan wil ik alleen nog even afsluiten met jullie. Komen jullie er nog even bij? Dan zeggen we bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei!